voelt je libidinaal aangesproken, maar bij de uitwerking of de selectie van jouw beelden doe je beroep op een rationele kennis die je hebt. Dus ik denk niet dat je die twee, ik denk dat je eenvoudig weg niet uit elkaar kunt halen. Nee, maar er is natuurlijk ook een zekere intimiteit aan dat soort van samenschrijven. Dus ik denk het idee van dat vaste standpunt, van een vaste kritische standpunt vanuit het welk je over iets schrijft, van waaruit je dat bekijkt, dat dat hier wegvalt en plaats maakt voor, dat is geen Nederlands woord, voor een criticality. En criticaliteit is eigenlijk een schrijven, in een onderwerp stappen waar je constant bewust bent van het netwerk van associaties en van referenties en van symbolisch kapitaal waarin je begeeft. En ik denk die houding is uiteindelijk heel intiem, want dat laat ook toe dat je beïnvloed wordt door andere mensen, hun aporie of hun problemen of hun associaties die niet, mensen die niet jouw context delen. Ja. En dat maakt het een ongelooflijk kwetsbare plek om te schrijven. Ja, het is heel naakt en kwetsbaar. Ja.